studio en welkom bij een quiz. En niet zomaar een quiz. Dit is de moeilijkste quiz op het internet. Dit is de Impossible Quiz. En het kan zijn dat je dit misschien herkent. Ik heb dit echt al jaren terug ooit gedaan. Echt 5 of 7 jaar geleden of zo. Dus ik heb het ooit eerder gedaan, maar dat is zo lang geleden dat ik er letterlijk niks meer van af weet. Oké, hier gaan we dan. Dit is Impossible Quiz 2. Ik had het deel 1 gestart, alleen ik herkende te veel vragen. Dus een beetje cheaten. Dus we beginnen met 2. En ik kan me niet herinneren dat ik deze ooit gedaan heb. Dus we doen deze. Wederom, geen idee hoeveel vragen er zijn of zo, maar dat zien we wel. Slap Me Do Presents. Sponsored by... whatever. Damn, this shit's loud. Oké. Go, go, go. Credits, instructions, other impossible... blah, blah, blah. Whatever. Go, go, go. Oh, this is fucking loud. Ik zal het jullie wel editen. Where does the general keep his armies? Barracks in the bin, up his sleeves, Madagascar. What? Barracks, right? Nee. Oh, we hebben nou 5 levens. Bij die andere hadden we er 3. Armies. Goddammit. Kijk, dit soort vragen ga je veel krijgen. Dat kan ik je alvast garanderen. Van die domme vragen, waarbij je dingen heel letterlijk moet nemen. Which of the following do you need to build a greenhouse? Bricks, paint, glass, or vodka? I guess paint. Greenhouse. Which is the largest? Earth, Mars, Milky Way, galaxy? Eén van deze, right? Galaxy? Milky Way? What? Het is niet Milky Way en het is niet galaxy. Je kan maar niet... What? Earth, I guess. Right? Ik bedoel, ik snap wel wat ze bedoelen dan met een Mars. Maar is een galaxy, is dat ook iets wat je kan eten? Can-can, happy tin, Christmas spirit, American. Het is een happy tin? Ik heb nog maar één leven. Fijn. Christmas spirit? Oké, sick. Try again. Whatever. We kunnen er nou in ieder geval redelijk snel doorheen. Up his sleeves. Paint. Earth. Oh, I get it now. American. Merry Christmas. Oh, for fuck's sake. Frank says, press C. Okay. A. Carrot. Okay. How many letters in this sentence? Ah, for fuck's sake. Moet ik nou gaan... Okay, we gaan tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Maar dit is een instinker. How many letters... in this sentence. Ik geloof niet dat het 28 is. Ik denk dat het instinct is. What? Oh my god, I'm an idiot! Het gaat om het woord sentence. Oh, oké, okay. Use the right key. Ze zijn allemaal vrij klein als ik... de gele? The right key. Er zijn maar 4. Ik kan ook niet slepen. Ga je me nou vertellen... Is er iets anders waarop we kunnen klikken? Use the right... Dat is de... Oké, ik neem misschien de rechter, weet je wel. Er is letterlijk nog maar 1 sleutel over. Er is nog maar 1 sleutel over. Als dit niet... Dat is... Use the right key. Is er ergens een sleutel verstopt? Iets zeg maar dat ergens een sleutel verstopt is. Want ik heb deze allemaal geprobeerd en het was geen enkele key. Use the right... de rechter key op je toetsenbord. Yep. Oké. Big brain. Ik weet niet hoeveel vragen er zijn. We zijn al bij 8. Volgens mij zijn er echt iets van 30 of zo. Where does the Great Wall of China start? The Chinese border, hull, over there, 10 letters in.
10 letters in. Ah, nice one. Evolve. Wait. What? Skip? Evolve. Oh! Oh, okay, but what? What's that? What's that, a kickerfish? What happens if you pick a penguin? Nothing? It pecks your face off? It fills your stomach. Penguin goo. Okay, what happens if you pick up a penguin. Pick up a penguin. What happens if you pick up a penguin? Nothing? Het is gewoon een rare vraag, waardoor ik het antwoord niet weet. Ik kan hem skippen. Ik moet hem denk ik niet skippen. We kunnen beter één keer proberen. I don't know. Het is niet nothing. Het is ook niet penguin poo. Je zult zien dat ik... Oké. Wat? Het is... Ik heb ze alle vier geprobeerd! What happens if you... What? Oh, nee! Oh, ik heb letterlijk... ik heb vier levens verspild. You find the answer. Go. Oh, pick up. Oh. Ik snapte niet eens wat... Oké. Pick it up. Put your mouse here. Don't touch the blue. Cool. We need the key. Don't drop the key. And don't try to cheat. What? Ah, fuck. Answer this question upside down. Wat staat er? Cucumber? Wat staat daar nou weer? Dat is niet upside down. Fine, K. Dit is upside down. Dat wordt dus letterlijk... Oh. Dit is er een instinker. Right? Want dat is niet upside down. Dat is achterstevoren. Dit is letterlijk upside down. Dit woord is upside down. En je hebt K. Dat is ook weer achterstevoren, right? Hè? Huh? Wacht even. Wat is dat? Ja. Ik had wel goed met de cucumber, maar dat was hem niet. Het was niet cucumber. Fine? Gewoon fine? Oh god. Okay, sick. Sick! What do Germans water their gardens with? Ears and later... later house. Sure. Wat is dit voor iets? Hey. Hoe gaan we dit ontrafelen? Hoe moeilijk kan het zijn? Zou je zeggen. Kan niet zo moeilijk zijn. Volgens mij doen wij het. Ik mis nog één. Welke mis ik? We hebben groen. We hebben dit. We hebben blauw. Maar ik mis meer. Ik mis er nog één. Die? Nee. Hè? Oh, ik heb er hier nog eentje. Die had ik niet gezien. Oké, we hebben ze allemaal nou. Shit, waar moet dat... Fuck, dan ben ik... Ah, dan weet ik niet meer waar wat moet. Ik heb het vermoeden dat wij hier een woord van moeten maken. Ik ben bijna geneigd om deze gewoon te skippen, want ik heb geen idee wat ik hier nou aan het doen ben. Maar als ik hem skip, dan weet ik het de volgende keer ook niet. Het past sowieso geen van allen in die dingen. Het past sowieso niet. Dus, ik moet dat niet eens proberen. Oh my god, made it! Er staat iets. Wat staat er? Iets met number? Number. Wat is dit dan? Wat zegt dit? Click the question number twice. Waar is de question number? Oh, I'm an idiot! We did it! Hey! Daar ben ik best trots op dat ik die heb ontrafeld. Oké. What is God? Jesus is dead. Creator of the universe. Dog backwards. Dat is hem. A large... Man with a really nice beard. Dog backwards. What is the name of the impossible quiz cat? Glenn, Chris,
Corporal Ars Sedgwick. Oké, ik ga hier... je weet dat ik hier sowieso 3 keer mis ga klikken. Ik wil zeggen Corporal Ars. Dat is het niet. Chris? Het is Chris. Oké, Brown. Brown. Oh mijn god. What is Spider-Man's favorite food? Cheese, crab sticks, fly sandwich, sandwiches, a horse. Waarom zou het een horse zijn? Crab sticks, cheese, fly sandwiches? What is this? Bomb blaster, purple bastard, fuse stopper, one of those. Yeah? Nope. Wat is dit voor een ding? Moet ik dat ding kennen? A bomb blaster, purple bastard. Dat is het ook niet. Zal ik hem gewoon skippen? Ik ga hem skippen. Fuck it. Uh-oh. Oh god. Pimples. Oh, dit is fucking gross. Dit is gewoon. 3 seconden op de klok. How many questions does the very first impossible quiz have? 30, 100, 110, 46. Ik denk dat 100 te makkelijk is. Ik denk dat 110 is. Ik wil zeggen 30. Eigenlijk is 100 ook echt moke veel, hè? Huh. How many questions does the very first impossible quiz have? Ik hoop 30. Want we zijn al op 21. Ja, oké, 30. Oké, dan zijn we misschien bijna klaar. What is candy floss made out of? Pink clouds, cotton, fluff, or sugar? What is candy floss made out of? I don't know. Pink clouds? I guess sugar, just candy, right? What is candy floss made out of? Fluff. Cotton. Hoe kan het zijn dat ik altijd de verkeerde dingen kies? Dat is oprecht gewoon een superpower. Pink Cloud, win. Maar welke ben ik? Welke ben ik? Oh, I knew it. Haha, haha. Hey. Which of the following can be found under the sea? Crabs, space, China, nipples. Ik weet niet waarom, maar ik denk China. Oké. Okay. Space or nipples? Which of the following can be found under the sea? Space, under the sea. When is a door not a door? When it's a pig, when it's a knob, when it's a cheesecake, when it's a jar. When is a door not a door? Is dat niet allemaal correct? When is a door not a door? Ik wil zeggen when it's a knob. Nope. Ik heb nog maar 2 levens over. Welke moet het zijn? Zal ik hem skippen? Ik skip hem, ik skip hem, ik skip hem. A flock of seagulls approach you. What do you do? Kick them through a window. You run so far away. Fart on them. Punch their tiny kidneys. And a flock of seagulls approach you. What do you do? Punch their tiny kidneys? No. What do you do? That is what you do. You run. Okay. Press one. Oh God. What is this? This is London. This is Paris. This is Kenya. This is this is Sparta. Ik hoop dat het dat is. Alsjeblieft. Waar zijn we ergens? Albanië. Oké, okay, nou dan. Weet je wat? This is Sparta! Epic. Search. Oh god. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Dat was hij! Kijk, ik had hem! Ik had hem gewonnen! Hoeveel moest ik er nog? This is Sparta! Never gets old. Search. There it is. How many holes in a Rolo? What? What the fuck? Oh my god! Skip.
How do you get two wheels in a car? One in the front, one in the back. You don't? Drive down the M4. You're an idiot. How do you get two wheels? How to get... two wheels location, right? Drive down the M4. That is a... Yeah. Pick the nose. Dat was niet wat ik wilde doen. Ik wilde hem slepen. Fine. We zitten op 33. Wanneer komt er een einde aan deze quiz? The answer looks like a pair of bare arses. What? Dirty boy, Britney Spears forehead. Walnuts, Norway. The answer looks like a pair of bare arses. What? Oh shit. Press this to kill you before the bomb does. Do I risk it for the biscuit? Dat ik het af moest wachten. Ik durfde niet te klikken. Oké, we zijn weer terug bij af. Ik dacht dat ik slim was. Here we go again. Alright. Ik wil eigenlijk dit ding proberen. Kan ik de tijd stilzetten? Moet ik hier nou nog steeds op klikken? Press this to kill your... kill you before the time... Er is volgens mij verder is niks. Ik geloof gewoon niet dat het dit is. Ik weiger om te klikken. Er moet iets anders zijn. Press this. Nou, dan werkt het in ieder geval niet. To kill you before the bomb does. Maar de bom... is weg. Oh my god, dat was gewoon dat. Oh. Oké. Okay. How do you play darts with a baby? Very careful. Aim for the face. You don't. Wearing a bib. Ik weet niet wat een bib is. Maar how do you play... Oh, dat is zo'n... Wacht, ik kan... Nee. Oh, shit. Okay, how do you play darts with a baby? Very carefully. You don't. Aim for the face. How do you play darts with a baby? Aim for the face? Sure. Why did the Mexican throw his wife off a cliff? Poncho. Sombrero. Pajita. Tequila. Why did the Mexican throw his wife off a cliff? Poncho. Pajita. Sombrero. Tequila. Tequila. Okay. You require one elephant. What? Doe ik die tekenen? What? You require one elephant. Hebben we nou verteld dat ik hierop vast kom te zitten? Vraag 37. Zonder enige uitleg. You require one elephant. Kan ook niet tekenen. What? Q. Wait, what? Wat gaat de Q doen? Kom een olifant eraan? We moeten klikken. Klik. Mesh. Mesh wat? I don't know.